Zo, we zijn er weer. We gaan een lesje doen in het insmelten van honingkamerramen. Hier zie je een pakket. Die komen aan in partijen van 12. Die zijn al kant-en-klaar. Maar je moet ze nog wel even goed controleren. Want niet alle draadjes zijn even strak gespannen. Zoals je ziet. Ik snij dat plastic wat hier zit, snij ik gewoon door. Of knip het door. En dan wordt één voor één worden de raampjes bekeken op... Of het draadje wel strak zijn. Ze liggen ook om en om zoals je ziet. En de bedoeling is dat je ze allemaal zometeen keurig neerlegt op elkaar in een partijtje. Waarin alle spijkertjes die je hier ziet. Aan de ene kant zit een spijkertje. Dan wordt het draadje gespannen tot aan de andere kant. Er zit ook een spijkertje die zie je hier zitten. Allemaal op dezelfde manier zoals de bovenste nu allemaal neergelegd worden. Als je zover bent gaan we weer verder. Een pakket was. En dit is... Zogenaamd gewalst, niet gegoten, dat bestaat ook. Het pakket is rond 1 kilo, er staat ook een datum op. Houdbaar tot, nou, ik denk dat het al lang opgebruikt is. Nou, zo groot is het, het is 1 kilo. En je maakt met een mes het pakket open. Gaan we weer verder. Je spant het draadje aan. En je drukt gewoon het raampje naar beneden toe. En dan staat een zigzag op de plek waar het radertje is gepasseerd. Wordt het draad dus korter, want ergens moet het metaal heen. En zo wordt het opgespannen. Het pakket is opengemaakt. Je ziet, het is een velletje. Als je het velletje tegen het licht houdt, dan zie je een ei. Of je ziet geen ei, dan hangt hij op zijn kop. Voor de honingkamerraam is het allemaal niet zo essentieel. Maar je kan je waarschijnlijk wel herinneren, dat is voor de broedkamerraam wel het geval. Het moet goed overeind staan, die ei. Dat is de goede kant. Dan leg je het wasplaatje leg je in zo'n raampje. Ik zei in en niet eronder. Zo. Dat ligt erin. En dat hou je vol voor alle ramen die allemaal... op dezelfde manier neerlegt. Zo, nou zijn al de raampjes zijn voorzien van was. En ik zal even kijken wat er over is. Nou, je ziet van het stapeltje van een kilo is ongeveer de helft is opgebruikt. Dat betekent dat je dus twee pakketten van 12 ramen kan gebruiken uit één zo'n pak van een kilo van de honingraam was. De volgende fase is het insmelten. Daarvoor hebben we een transformator. Die werkt op 220 volt, wordt omgezet naar wisselstroom, zo'n 12 volt. Neem er eentje met niet te veel en ook niet te weinig vermogen. Mijn netting doet het als volgt. Je ziet er behoorlijk sterk, maar ook weer niet te sterk. Zet de eerste poot op zo'n spijkertje en aan de zijkant wordt dan even kort de draad aangeraakt. En je ziet, het smelt gelijk. Je ziet al aardig ingesmolten. Pak de volgende. Raak de draad aan. En die smelt ook in. En dan de laatste. Zo. Even kijken of alles goed zit. Meestal is dat wel het geval. Af en toe aandrukken als het wasplaatje een beetje spanning heeft. Dan moet je dat even aandrukken op de draad. En je ziet keurig de draad ingesmolten in het was. En dat herhaal je dan voor 12 van deze raampjes.